dit indrukwekkend monument, zoveel voeten hoog als de werkdagen in het jaar zijn, diende volgens de overlevering samen met de torens van Lommel en Peer als baak om de reizigers de weg te wijzen door de onmeetbare heide. Niet verwonderlijk dat zulk gebouw de trots der dorpelingen uitmaakte. Het scheen hen zo hoog, zo heerlijk, dat niets in de ronde erbij te vergelijken was. April 1765 sloeg het noodlot toe. Ten 10:00 s'avonds, onder een verschrikkelijk onweder, sloeg de bliksem in onze schone toren. Thank you.
Je zou denken het is marmer, maar dit is in albast. In elk geval de voet en het bovenste is ook albast, ja. Dat trekt heel hard op marmer, maar het is gemakkelijker bewerkbaar. En dus die beetjes waren in de jaren dus tussen het interbellum waren die enorm in de mode. En vind je ook in zeer veel huisgezinnen, maar is momenteel nog altijd een zeer gegeerd stuk. In principe de beste, dit is van een Italiaan, het is achteraan getekend Firenze en dan een onleesbaar Italiaanse naam. Maar over het algemeen een hele grote Belgische artiest hier bij ons, dat is een zekere Van Varenberg. En die heeft dus ook dergelijke sculpturen gemaakt. En als ze van Varenberg van eigen volk is natuurlijk meer waard. Maar ik zou deze busje toch ook schatten op een 700-800 euro. En vooral in deze tijd, het is ook zeer populair op dit moment. Dus alles van de jaren 50, want ik veronderstel dat dit is wel jaren 70, maar jaren 50 tot nu is vrij populair. Ik mag blijven verder doen. Hè. Ik schat dit toch een 500, 600 euro in. Als cadeau kan dat tellen, hè, vind ik. Voilà, alstublieft. Een schoonwerk. De titel, ja, de Dageraad uit 1968. Ik neem aan dat het een goeie is. Natuurlijk, Dirk Baksteen heeft niet zoveel schilderijtjes gemaakt. Hij was beter gekend voor zijn etsen en gravures. Maar het is een heel schoon schilderijtje. Allang in huis, of? Dat is een beetje, de dag van vandaag, een beetje over. Enfin, maar het zit in die prijsklasse, dus... Ja, ik zou deze schatten rond 2.000, 3.000, 4.000 euro. Allee, dat is al een topper. Dat is heel schoon. Ja, best. Hier zitten we. Iedereen hoort het en zou een beetje stil moeten worden, dan horen we ook de muziek die er uit deze raar voorwerk komt. Maar als je goed kijkt, kun je al direct zien wat dat eigenlijk is of de functie is. Het is een sigarenkelderke, zoals men noemt in het jargon. Nu, er zijn schone exemplaren van, maar dit is allemaal, in mijn ogen, ik moet het nu wel checken, maar is geen zilver. Dus als je, alles hangt er ook vanaf in welk materiaal. Het is een soort zink dit, beschilderd, dus wel knap. Maar ik zou even moeten checken, als het zilver is, dan kan ik het heel goed doorschatten. Als het geen zilver is, maar ik kan het direct even... Nu zou ik zeggen, in deze staat, volgens mij is het van rond 1900. Dan moet ik ook nog eens even checken. 100 euro als het verzilverd is, maar direct naar de 500, 600 euro als het zilver is. Maar we zullen dat even checken.